op de duurste voetbalgrond van Nederland op de Zuidas. AFC de kampioen zonder topscorer Ali Ignacio. Licht geblesseerd op de bank. Milan Hoek is de aanvoerder van de Amsterdammers, vindt Belarbi. We hebben een halve minuut gespeeld. De voorzet van Belarbi, Jordi Thijssen. En de redding van Sander Danes. Jordi Thijssen opgeschoven naar de spitspositie door de afwezigheid van Ignacio. Hij had 1-0 moeten maken. Nick de Bont dan met de vrije trap voor HHC Zonneveld bokst. Aardige poging van de linkspoot van de Hardenbergers. En zo beleven we een aardige openingsfase, want dit is de 7e minuut. Koelhan. Thijssen, Koelhan. En Belarbi voor het doel. Opnieuw Thijssen. Dit is de andere Thijssen. Kenny. Met de tweede grote mogelijkheid voor AFC. Dat vorige week bij Spakenburg dus de eerste overwinning van de competitie boekte. Daarvoor gelijk speelde tegen GVVV. Ook HAC won vorige week thuis tegen Scheveningen. Paus. Van der Leij, Kobussen en 0-1. Aanvoerder Glenn Kobussen in de 20e minuut. Maar let vooral op het aangeven van Van der Leij. Richard is Kobussen helemaal kwijt en die maakt het heel knap af. 1-0 voor HAC, dat voor de vierde keer op bezoek is bij AFC in de competitie. En van de voorgaande drie wedstrijden de twee won. Alleen vorig jaar werd verloren. En toen werd AFC kampioen. De Bond met de voorzet. Van Bentum kan geen kracht zetten. En dus kan Zonneveld makkelijk pakken. Thijssen. Wat een fantastische paas was dat. En Milan Hoek mikt te hoog. Hij ziet de eerste die namens AFC te hoog mikt. En zo is het nog altijd 0-1. Paus van Bentum, Paus van Bentum. Zo denkt HAC er even aardig uit te kunnen voetballen. Maar AFC neemt over. Milan Hoek. Milan Hoek met ruimte. Milan Hoek gaat schieten. Sander Danes stijlvol. Ruststand op goed genoeg is 0-1. De hoekschop voor AFC. Doorgekopt door Van der Leij. Hij verricht ook zijn verdedigende werk. Nick van der Velde. Nu wel in de basis ziet zijn schot geblokt door Kobussen. Oud-prof Nick van der Velde. Opnieuw een hoekschop voor AFC. En de kopbal van Thijssen van de lijn gehaald door Baus. En zo is AFC een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Maar moet het ook beducht zijn op de tegenstoten uit het Zaland. Baus. Mannes. Doet dat aardig. Is Richard kwijt. Maar schiet recht op Zonneveld. Jan Mannes, de 2-0 op de schoen. Uitkijken voor HHC, de vrije trap is van Milan Hoek. Sander Danes, de doelman van HHC. Een heel jaar was hij geblesseerd. Maar hij staat alsof hij nooit weg geweest is. En de tijd tikt door in het nadeel van de kampioen. Mannes doet dat aardig. Jurjan Mannes van der Leij kan, van Bentum kan. Hemmink was dit, niet van Bentum. De redding van Zonneveld, maar het had wel 0-2 moeten zijn. Van der Leij. Van der Leij. Frommelt zich te langs en weer niet de 0-2. En dus mag AFC blijven hopen en heeft Thijssen haast met de ingooi. Die gooit hij dan op het hoofd van Amakodo. En dan geeft de scheidsrechter ze allebei geel. Amakodo had al geel en mag inrukken. Maar waarom krijgt die jongen van HAC in vredesnaam geel? Terwijl Thijssen hem de bal op het hoofd gooit. Voor het resultaat maakt het niet meer uit. HAC wint in Amsterdam met 1-0.